Hallo kijkers, leuk dat jullie kijken naar Roversvlogs. Het is vandaag vrijdag de 13e. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Voor mij is het meestal een geluksdag. En een geluksdag zover. Ik heb eigenlijk nooit pech op vrijdag de 13e. Terwijl ik over het algemeen wel vrij veel pech heb in mijn leven. Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Wat ik eraan doe is... ik draai wat meditatiemuziek. Jupiter's Luck Frequency. Dat brengt me extra geluk. Mijn tarot was ook vandaag van The Wheel of Fortune. Dus ik ga het allemaal beleven vandaag. Ik ga eerst even de afwas doen. En dan zien we wel wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Ik wens jullie in ieder geval heel veel geluk vandaag op 13e. En hier gaat het op zijn manier mee om natuurlijk. Dus als je een warte tegenkomt, loop niet onderdoor. Als je zwarte kat ziet, ga hem uit de weg. Dat is het enige advies wat ik jullie kan meegeven vandaag. Dus ik ga eerst het appel doen. En het is lekker weer buiten. Dus we gaan sowieso lekker naar buiten straks. En dan zien we wel wat we gaan doen, toch? En ben je nog niet geabonneerd? Dus knijp onder deze video op de abonneerknop. En vergeet dan ook niet om die... dat ding ook alweer, dat belletje aan te klikken. En een duimpje omhoog, dat is altijd leuk, hè, als je mijn video's leuk vindt. Blijf lekker kijken. En pas op vandaag. Jullie allemaal vandaag aan het doen zijn, maar laat me even weten in de comments onder deze video. Zonnetje schijnt even behoorlijk, zweet van mijn kop. Het warm binnen te blijven zit er niet over vandaag. Dat is mijn idee, dus je kunt het wel zien. Zonnetje schijnt goed in mijn gezicht. We gaan zo meteen lekker de stad in en kijken wat er wel van komt. Lekker zitten langs de waterkant hier ook. Een bankje, een zonnetje. Een beetje wind, goed uit te houden zo. Zoals gezegd, het is te warm binnen te blijven. Dus, lekker even een zonnetje. Nog bruiner worden. Ja, ik doe me even lekker stad ingewandeld hoor. Kijk of we daar nog wat leuks tegenkomen. Ja. Wat ik zei, het is gewoon een bienenblijfje. Ik ga die meenemen. De stad in. Ik heb al een aantal keer de motor ging eronder rijden. Misschien dat ze wel hard met een rollenbank staan. Dus,
je weet, vanaf een beetje rondkijken staat, wat er te beleven valt. Hier weer een goede vijver te wandelen. Even de oudste buurtjes van halen. Nou, ik ben nooit binnen geweest. Maar even de nieuwe kerk binnengelopen. Dus, opengesteld tot 4:30 ook vandaag. Even binnen gekeken. Ik heb foto's gemaakt. Het wordt niet zo gepast om veel beeld te maken of te sloffen erbinnen natuurlijk. Maar het mocht wel. Maar, even niet te driver voor. Dat is even leuk. Ze zijn open, dus nou, we hebben langzaam terug. Het mooie straatje met de lampenkappen. Ja, dat is wel lekker handig. Lopen niet bedreven. Ik vind wat, maar ik ben met slippers van blote voeten. Nou ja, dat was gewend hoor. Niet zo erg. Mooie omgeving dit hier ook. Dus het achter mij het provinciehuis. De dreef. Van statige kantoorpanden. Uit de tijd van Napoleon nog, ook van het gebouw daar. Dat is mooi in Haarlem. En natuurlijk de Haarlemmer hout. Wat ook wordt met het houtfestival. Dus ik zit in twijfel dan langs gaan. Ik loop wel even van die richting op me. Lijkt me geen goed plan. Die mensen kunnen gewoon daar. Ben ik niet zo, heb ik niet zo zin in. Ik wil het gewoon gezellig houden. Het is eigenlijk 13 riemers. Ja, helaas is heel veel te blijven vandaag. Om het leven niet spannender maken dan het is natuurlijk. Kan wel, maar ja, dan komen we weer in aardig met de politie of zo. Dat is niet te doen. Lekker met houtplein. Lekker terug. Door stad heen. Voor nu loop ik maar gewoon even richting huis. De dag is nog lang niet om, dus je weet wat er nog komen gaat. Ja. Een lekkere wandeling gewoon, lekker weer buiten. Mensen lekker wat water op hun bootjes. We staan aan het water.
opgehaald worden. De opstapplek voor het Smitje Canal Cruise. Opstapper. We zijn nu alweer een tijdje, maar mensen blijven je stom aankijken of zitten. Als stom lachen, als ze me praten tegen de camera. Hij boeit er echt niet door. We moeten hard werken voor hun geld. En als ik zo'n geld kan verdienen met mijn camera, dan ben ik geen het hardst gelachen. Dus, ik heb een brede rug.